Goedenavond, welkom op de persconferentie. Ik heb hier beide Limburgse trainers bij mij, Ronnie van Geneugde en Jackie Matthijssen. OSL wint tegen Beerschot met 3-2. Ik geef naar goede gewoonte de bezoekende trainer eerst het woord, Jackie Matthijssen. Wat dacht u op het moment dat het 2-2 werd? We gaan erop en erover? Nou, ik denk wel dat dat het moment was dat je die wedstrijd helemaal in handen hebt. Dus, maar goed, laten we niet vergeten dat het de eerste helft anders was. Dat we het zeer moeilijk hebben gehad, ondanks het feit dat we zelf niet goed waren. Wel nog enkele kansen, maar dat was eigenlijk ook het enige positief. We hebben minder rust oplossingen gezocht en ik denk wel gevonden. En goed, ondanks het feit dat je dan via een toch wel speciaal doelpunt 2-0 achterkomt, denk ik dat niemand twijfelde aan het feit dat we op dat moment nog kansen hadden, nog een half uur hadden en dat we dat al voetballend moesten verder zetten. En dan kan je gelijk komen. En dan laten we niet flauw doen, laat ons een beetje het voetbalgeluk waarover we de laatste weken absoluut niet mochten klagen, laat ons dat een beetje in de steek, hè, hoe prachtig het doelpunt ook was. Op dat moment heb ik zeker niet het gevoel dat dat aan die kant gaat vallen. Maar goed, dat gebeurt. En dan kan je alleen nog zeggen, niet tevreden wat de eerste helft betreft, zeer tevreden tweede helft. Maar in zijn totaliteit denk ik wel dat beide ploegen hier vandaag hebben laten zien dat ze wel degelijk voetbal kunnen spelen. En als je dan toch moet verliezen, is dat misschien ook op zich al niet verkeerd. Kan u misschien zeggen wat de ambitie is van Beerschot dit seizoen? U moet terug heropbouwen. Is het ergens middenmoot of pikt u hoger? Je bedoelt sportief. Sportief, absoluut. Ja. Goed, de sportieve ambitie is de club de mogelijkheden te geven zich te herstructureren en opnieuw, laat me zeggen, alle mogelijke bevoegdheden terug in eigen handen te blijven om te kunnen uitbouwen zonder dat het sportieve daar enige rem mag zijn. Ik denk dat we dat meer dan behoorlijk doen op dit moment. Ik denk zelfs dat we mogen zeggen dat we een katalysator geworden zijn voor de andere heel veel zaken wat binnen de club nog rechtgetrokken moeten worden, waar we wel degelijk en goed en met heel veel enthousiasme aan bezig zijn. Maar ik ben wel mee verantwoordelijk, en ik niet alleen, heel die spelersgroep, alle mensen die wat dat betreft sportief hun steen bijdragen, denk ik dat ze heel goed bewust zijn dat ze een grote verantwoordelijkheid hebben in de club. En dat wij de motor willen zijn omdat het Beerschot weer langzaam maar zeker, als de fundamenten in orde zijn, terug kan uitgroeien naar meer dan het vandaag is. Oké, dat is duidelijk. Jackie, bedankt en succes zaterdag tegen Bergen. Dank je. Ronnie, goedenavond. Proficiat met de overwinning. Een beauty van Karel Geraerts, maar ik denk voor het overige dat je ook wel een zeer tevreden en gelukkige trainer bent vandaag. Ja, op het einde van de wedstrijd wel natuurlijk. Ik denk dat ik op een bepaald moment wel toch wel met een bang hartje naar de wedstrijd zat te kijken op het moment dat het 2-2 werd. Maar ik vind persoonlijk dat wij een van onze beste eerste helften gespeeld hebben van het seizoen. Ik denk dat we dadelijk goed in de wedstrijd zaten. En met een aantal mooie kansen, goede kansen ook, dat we de wedstrijd in handen hadden. Maar dat je toch altijd, zeker met het aanvallend potentieel van Beerschot, rekening moet houden. En dat daar toch wel ook wat gevaar in schuilt. Ik denk dat we verdiend 1-0 voorkwamen. En dan weet je aan de rust dat de tegenstrever toch wel alles zal bijzetten om de tweede helft zeer goed aan te vatten. En dan op het moment dat we dan 2-0 maken, misschien. En blij voor de speler natuurlijk, die toch wel al enkele weken daarmee geconfronteerd werd door de buitenwereld, ondanks zijn verdiensten voor de ploeg. Kom je dan op 2-0, terwijl Beerschot op dat moment toch wel goed in de wedstrijd zat. En dan denk je dat de wedstrijd uitgespeeld wordt, maar heb ik het gevoel van dat we daar even te laks geweest zijn. Dat misschien Beerschot ook verdiende om die aansluitingstreffer te maken. En op het moment dat het 2-2 werd, toen had ik toch wel het gevoel van het scenario
van Westerlo, waarin wij ook wisten van, dat het doelpunt aan iedere kant kon vallen, zowel bij ons als bij de tegenstrever. En dan, ja, dan is het geluk dat, dat je dan ook mee krijgt en ook een stukje zelf afdwingt door de overwinning thuis te houden. Dan zijn we zeer tevreden voor weer 7200 toeschouwers, als ik me niet vergis, enthousiast publiek. Weer sfeer hier aan de Dreef en ik denk inderdaad zoals Jacky zegt, beide ploegen hebben vandaag getoond dat zij meer dan een plaats in play-off 2 waard zijn op het einde van het seizoen.